En dan gaat het eindelijk gebeuren, jongens. Dreepy gaat evolueren. Ons kleine mini-draakje. We hebben zoveel tijd en energie in hem gestopt. En daar gaat hij, hoor. Oh my god! Er staat een nieuwe shiny voor mijn neus. En het is een oude bekende. Ja, 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 ja. Oh, maar deze blijft zo leuk. Ik ga je vangen. Hoei. Ja, heel vet. Ik vind het wel heel tof dat we deze gewoon opnieuw hebben gevonden. Ja hoor, en gelijk gevangen. Seatoddle is back. Ja, deze moet natuurlijk wel in de party. Ik denk dat ik Blissey wegdoe. Ik bedoel, we hebben nu best wel veel sterke Pokémon. We hebben 6 Pokémon. Ik heb niet echt meer zo'n Pokémon nodig die kan stallen. En Azumarill is ook Fairy type. Dus Blissey, jij gaat weg en we hebben Seatoddle weer terug. Heb ik een Ice Stone? Nee, die heb ik niet. Ik heb wel een Icy Rock. Nou, je krijgt in ieder geval wel gewoon de leftovers van mij. Oh, Corviknight heeft ook nog een item. Die krijgt de Quick Claw. Ik moet even een Ice Steen zien te fixen. Ik heb denk ik trouwens iets meer dan een uur gehunt op Seatoddle. Misschien 1,5 uur max. Nou, wel blij dat ik hem gevonden heb. Want we weten nog van de vorige playthrough dat Seatoddle best wel een goede Pokémon wordt als die evolueert. Laat in de comments trouwens even weten of dat ik inderdaad Blissey eruit moest halen of een andere Pokémon. En wie jij leuker vindt. Of je Seatoddle leuker vindt of Seatitan. En laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Join deze super grote Nintendo familie hier op YouTube. Hey, ja, daar hebben we de Ice Stone. Heel nice. Maar eerst even deze raid doen. Hopelijk krijgen we weer wat mooie experience candies. Dan kunnen we Seatoddle even een beetje levelen en daarna evolueren. Ja, het is 2 klappen en het is alweer klaar, hè. Oh, tenminste als ik hem raak. Oh, en ik slaap ook nog. Oh, ik ging stoer doen. Ik moest niet stoer doen, denk ik. Oh, hij slaapt. Ik ben schil, jongen. Ik ben vandaag super schil. Laat me schil zijn. Ik mis wel 2 keer achter elkaar mijn aanval. Ja, hij heeft ook weer opeens allemaal leven erbij. Is het nu klaar? Nog steeds niet. Oh, wel. Nou ja, de game is ook in de war, zo te zien. Ja, 2, 3, 4 experience candy. En 6 zelfs. Kijk, dit is lekker. Het is namelijk zo dat als je Pokémon nog niet geëvolueerd zijn, dat ze minder XP nodig hebben om te levelen. Dus je kan hem eigenlijk liefst zo lang mogelijk in een Seatoddle houden, want dan gaat het allemaal wat sneller. Oké, Seatoddle, welk level word jij nu gelijk? 42. Oké. Level 43 door de experience candies S. En hier is nog een Dragon Raid. Nog 1. Oh my gosh. Zie je, hij krijgt gewoon weer leven erbij. Deze raids zijn echt kapot, jongens. Ja, nu was hij al kapot voordat ik überhaupt ging aanvallen. Nee, het is echt gesloopt. Even kijken hoor, weer wat experience candies. En niet zoveel als net. We hebben er nu 3. En daarmee gaat hij naar level 44. Wil Ice Spinner leren. Ja, en de attack is veel hoger dan de special attack, zien we al. En dan gaan we denk ik Bounce weghalen. En naar level 45. Wil hem nog ongeveer 3 levels omhoog hebben. Zo, die hebben we ook weer verslagen. Krijgen wel steeds minder candies. Dat is een beetje jammer. Weet je wat? Dan gaan we gewoon voor de rare candies, joh. Hoppakee. Hij is level 49. Nu past hij gelijk goed in mijn team. Onze Seatoddle. Dus even kijken welke move hij allemaal kent. Misschien dat ik toch Bounce er even bij doe in plaats van Body Slam. Oké, hoppakee. Kijk trouwens even naar de stats, hè. 81 attack en voor de rest is het allemaal mwah. Het is allemaal nog mwah. En dan gaan we hem nu evolueren. Daar gaat er. Onze Seatoddle is maar heel kort een Seatoddeltje geweest. Wanneer wordt hij al gelijk... Bam! Seatitan! Hij is terug, hoor. Hij is helemaal terug. Ik vind het echt superleuk. En dan gaan we nu opnieuw naar zijn stats kijken. 129! Bam! Speed is best wel oké. Okay. Oh, die attack, jongen. Oeh. En ik ga hem ook de Never Melt ice geven, zodat zijn ijsaanvallen nog beter worden. En de leftovers gaan dan naar... Corviknight. Oké, wat moeten we nog doen? We moeten nog 1 Titan verstaan en 1 Team Star Base. Laten we naar die Titan gaan. Draken Titan, ik kom eraan. Hier is de neppe draken titaan. Volgens mij gingen ze mij toen belazeren. Ik wilde volgens mij in mijn normale playthrough... Oh, man. Wilde ik ook Seatoddle gebruiken. Maar volgens mij ging dat toen fout. De eerste test voor Shiny Seatoddle Terrestrializen. Ik ga voor Avalanche. Ik ga eens even kijken wie de sneller is. Als hij namelijk sneller is en mij aanvalt, dan doe ik 2 keer zoveel damage. Blijf ik trouwens een ijstype? Daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Ja, ik blijf een ijstype. Gaat Dodonzo mij eerst slaan? Ja, kijk, Dodonzo... Die gaat mij eerst slaan. Als het goed is, doe ik hem nu heel veel pijn. Let's go, Avalanche! Hij is geen draak, hè? Dat was het hele punt. Was hij niet gewoon watertype alleen? Hij begint wel te waterpulsen. Ik ben even gesprongen. Ik wil even bouncen op zijn hoofd. Maar ik mis hem met mijn bouncy. Oké, wacht. Seatitan, kom even terug. Hoppakee, Magnezone. Let's go. Ja, kan je aquatail doen. Maar de... ik wou zeggen, dat boeit niet. Maar dat boeit wel. Let's go, discharge!
Otsefloss! Easy, Magnezone. Lekker bezig, jongen. Wegwezen, hoppakee. Onder water. Opzouten. Hoe zit ik nou gelijk tegen Tatsurigi? Oh, daar. Bam! Let's go, sushi! Eet smakelijk. What up, Arvin? Hierna kan ik eindelijk gaan klimmen. Dus zo, daar ben ik echt aan toe. Dat is wel echt wat ik gemist heb tot nu toe, hoor. Dat ik nog niet kan klimmen met mijn Pokémon. Jullie gaan weer samen, hè? Ja, zie, ik had gewoon wel Magnezone moeten gebruiken. Ik ga het toch even wisselen. Hoppakee. Lekker greedentje. Ik heb geen zin om te terrestrialize. Het duurt te lang. We gaan gewoon dischargen. Otsevlots. Is Greedent... Oh ja, dan raak ik Greedent ook, hè? Oh, sorry, Greedent. Ik heb iedereen geraakt en geparalyzed. Oké, sla mij maar. Nee, sla mij maar. Maar ja, Greedent doet ook takedown. Dus weet je, die beschadigt zichzelf ook. Weet je, misschien redden we het met Spark ook. Ik doe wel Spark, Greedent. Oh, met... Nee, sorry. Met Spark redden we het niet, vriend. Oh, nee. Greedent gaat down. Die gaat zichzelf slopen. Arme Greedent. GG, Arvin. Sorry dat ik je Greedent heb geraakt. Ik ga het wel een stijl afsluiten met een Spark. Hij had toch nog maar heel weinig HP over. Waar is nu die sushi eigenlijk naartoe? Zit hij nou nog in zijn mond, of niet? Kijk, ja, we moesten ook nog tegen hem natuurlijk. Dat was het ding. Dat was heel grappig. Hey, Greedent, je leeft weer. Nu vind ik het wel even leuk weer om te terrestrialize, hoor. Ga je nou modderig water doen? Ik ben daar niet oké mee. Ik ben daar helemaal niet oké mee, jongen. Wat doe je nou? Zomaar doe je modderig water. Deze Tatsurigi gaat moeilijk doen, hè? Oké, ik ga flail doen. Die doet meer damage op het moment dat ik weinig HP heb. Ik dacht dat hij me nog wel aan zou gaan vallen, maar het blijkbaar toch weer niet. Tatsurigi gaat voor ijswind. Helemaal prima. Zolang je maar niet weer dat modderige water doet, vriend. Je gaat mijn Pokémon slopen, hè? Je gaat mijn Titan slopen, hè? Dat is jouw plan. Ik wil dat niet, hè? Ik vind dat niet oké. Lekker takedowntje. Ik ga toch even switchen naar Azumarill. Ik wil niet dat mijn Titan in de eerste battle in zijn eerste test kapot gaat. Ik accepteer dat niet. Let's go, Azumarill. Kijk, zie je? Want met Muddy Water was ik wel gesloopt net. Had hij mijn Titan kapot gemaakt. Dat gaan we gewoon niet accepteren. Come on, Azumarilltje. Play rough en wegwezen met die gekke sushi. Wel gelijk trekken sushi, moet ik zeggen. Doei, sushi. En Dreepy gaat naar level 49. Dat betekent dat hij ook bijna gaat evolueren. Hallo, Golduck. Mag ik jouw XP? We moeten nu namelijk nog één ding gaan doen. En ik weet dat die Pokémon best wel een hoog level zijn. Hallo. Mag ik jouw XP ook? Donzo, let's go. Ja, kijk. Oké, lekker. Dit is top allemaal. Gyarados kunnen we ook makkelijk verslaan. Oh, die is alleen wel sneller. Die gaat mij even hydro pumpen. Oké. Je mag even spartelen, Gyarados. Doei. Deze Dondonzo is gewoon level 53. Oeh. Ja, dit gaat wel hard. Kijk maar, dit is wat de XP allemaal. Oh. Kijk, en nu gaat Dreepy dus naar leveltje 50. En dan gaat het eindelijk gebeuren, jongens. Dreepy gaat evolueren. Ons kleine mini-draakje. We hebben zoveel tijd en energie in hem gestopt. En daar gaat hij, hoor. Daar gaat hij. Yo, die is wel vet, man. Die ziet er echt cool uit. Oh, shiny Dracloak is wel nice, hoor. Love it. Hij wil nu ook gelijk Dragon Pulse leren. Gelukkig een nieuwe move. Zijn attack is wel hoger dan zijn special attack. Hij heeft wel Bite. Dat is wel lekker. Die houden we lekker erin. Ja, Infestation gaan we weghalen. Daar hebben we helemaal niks aan. Oké, en nu moeten we als laatste naar de Fighting Crew Base. Hey, ik ben wel benieuwd. Zou er iemand zijn bij mij die Fire Blast kan leren? Ik denk het niet. Oeh, jawel? Wacht eens even. Dan gaan we dat doen. De normale attack is veel hoger dan zijn special attack. Dat is dan wel weer jammer. Maar hey, heb ik dan nog andere Fire type moves? Flame Charge, die kan hij niet leren. Fire Fang, helaas ook niet. Nou, maar dan gaan we voor Fire Blast, hoor. Oeh, nice. Dan heb ik eindelijk een Fighting type move in mijn team. Ja, die doen we dan wel in plaats van Astonish, want dat stelt toch niks zoveel voor. Toch wel chill dat we dat even checken zo nog. Flying, Psychic en Fairy type moves zijn super effective, dus dat is de pool waar we uit kunnen kiezen. Maar ik weet nog wel, ze had van die trucjes. Dan heeft ze Poison type Pokémon voor jouw Fairy types. Mag ik alsjeblieft naar binnen, Eerie? Of ga je Eerie tand doen? Eerie, die wil niet weg. Die wil dit zelf oplossen. Terwijl de Carmen zegt, nee, ik wil dit doen. Nee, ik wil dit. Dus een ruzie maken. Wie gaat er nou met mij vechten? Ja, ik wil, als Eerie nou met mij zou vechten, dan zou het allemaal een stukje sneller gaan. Maar nee, eerst moeten we tegen Carmen. Tot zo, Eerie. Maar goed, ik zou dus eigenlijk aan denken om Azumarill dit allemaal op te laten lossen. Maar er zijn van die fighting en poison type Pokémon, zoals Toxicroak, die kunnen dus mijn Azumarill slopen. Croagunk is bijvoorbeeld ook zo'n figuur. Dan heb je bijvoorbeeld flying type moves nodig. Dus vandaar dat ik Corviknight er als eerste in zet. Let's go, drill pack. Hoppakee. Dan wordt het gewoon zo gefixt. Noem het wel op deze manier. Ik zou natuurlijk ook Dracloak in kunnen zetten. Want dat is een ghost type. Die kan weer niet geraakt worden door fighting type moves. Dus die neem ik ook mee naar binnen. Ik heb dus gelukkig wel wat opties nu in dit shiny team. Dat is wel lekker. Drill pack. Oh. Flying type moves tegen fighting type Pokémon zijn heel fijn. Oké, nu wil ik naar binnen.
duurt me te lang. Dus, ik heb Corviknight meegenomen, Azumarill en Dracloak. Die drie moeten dit even voor mij gaan fixen. En ik heb het volste vertrouwen in dat zij dit ook gaan fixen voor mij. Oké, there we go. There we go. En dan is het nummer 30. Het laatste voordat we aan de endgame content kunnen gaan beginnen. Dat is het verslaan van Aries. Het allerlaatste wat we moeten doen. Dan kunnen we de Pokémon League gaan uitdagen naar Area Zero en al dat soort dingen. There we go. Met wie begin je? Ja, zie je? Je begint met Toxicroak, hè? Als ik nu met Azumarill was begonnen, dan had ik een probleem gehad waarschijnlijk. Aries is wel goed, man. Aries is een goede verdediger voor deze basis. Oké, Brick Break is gelukkig not very effective. Brick Break wel super goede move. Ik bedoel, het is gewoon normaal effectief. Het is niet super effectief. Oh, Toxicroak overleeft wel één aanval. Dat vind ik wel jammer. Dat betekent dat ik nog meer klappen ga krijgen waarschijnlijk. Ja, die gaat gewoon nog een keer Brick Break doen natuurlijk. Oké, ik ga nog een keer Drill Break. Dat is Toxicroak. Als eerste is in ieder geval weg. Dit was wel een verrassings-Pokémon. Volgens mij had ze er nog één. Nog eentje die ook een Poison-type is. Maar ik weet niet meer welke. Oh, Annihilate. Die is Fighting Ghost natuurlijk. Een hele aparte combinatie. Dan ga ik wel Azumarill proberen. Oh, zo'n zieke Pokémon. Ice Punch. Had ik niet verwacht dat je die move zou inzetten. Is niet de beste keuze, denk ik. En Annihilate is weg. Nu Passimian. Ja, die is volgens mij gewoon volledig fighting. Die heeft volgens mij niet echt een type daarnaast. Dus die kunnen we ook gewoon pakken met Play Rough. Oh, Seed Bomb. Oeh, Grass Moves. Verrassend. Oeh, en die overleeft het ook nog. Ik ga voor de quick attack van Dracloak straks. Ik ga er een beetje vanuit dat ik niet ge-one-shot word. Kijk, close combat doet sowieso niks. Dus dat is lekker. En dan de quick attack kan ik het afmaken. Haha, die quick attack blijft gewoon een goed trucje hoor. Hoppakee. Tegen wie moet ik nu? Lucario. Ja, die is natuurlijk ook steel. Dan zou ik mijn Fire Blast eens kunnen uitproberen. Let's go Fire Blast. Oeh, oké, de helft van zijn HP is eraf. Dragon Pulse. Had ik niet verwacht, jongens. Die had ik niet verwacht, toch, Dragon Pulse? Wat doe je nou met een Dragon Pulse? Ja, dan blijft hij toch weer verrassend uit de hoek komen, hè? Die Eerie met zijn Dragon Pulse, met zijn Lucario. Oh my gosh. Ik ga hem niet lopen met Drill Pack, denk ik. Nee, dat had ik al verwacht. We gaan even voor een Max Potion. En even een Revive voor Dracloak. En die Aura Sfeer, die begint nu ook wel pijn te doen. Ik denk dat het wel een slim idee is om in ieder geval Azumarill even te healen. Even orde op zaken stellen. Is het nou klaar, Lucario? Met je aura sfeertje. Vind ik helemaal een goede sfeer. Lucario heeft het me toch wel weer moeilijk gemaakt. Oké, laatste Pokémon, laatste Pokémon. Daar is die. Ja, nu wil ik gewoon wisselen eigenlijk. Ja, dit Combat Torky, dat is leuk. Ik wilde gewoon wisselen. Maar ja, tegen de laatste Pokémon, dan mag je nooit wisselen. Dat vind ik altijd wel een beetje naar. Terrestrialize. Nu vergeet ik het een keer niet, jongens. Oh, wat is dit nou weer? Spin Out is ook weer super effective. Oh nee, en ik mis. Ja, dit is niet oké. Als het goed is, ben ik nu wel sneller, hoop ik. Ja, en ik sloop hem waarschijnlijk niet in één keer. Waarom mis ik mijn aanval nou? Als ik mijn aanval niet had gemist, dan was het gewoon al klaar. Ja, nu ben ik kapot, Azumarill. Dat is niet handig, hè? Dat is niet handig. Jumpluff. Ik heb jou al een tijdje niet meer gezien. Kan jij, denk je, hem slopen met Acrobatics? Dat ging niet echt goed, hè? Kan je hem laten slapen? Oh, nee. Nee, ja, nee, niet. Oké. Oh, hij wordt nu veel te sterk. Hij wordt nu echt veel te sterk. Hij is zijn attack flink aan het boosten nu. Dan kom ik met mijn Acrobatics, met die hem 3 HP eraf haalt. Je had nooit mogen missen, Azumarill. Oké, revive. Revive Azumarill. Oké, waarschijnlijk is het einde van Jumpluff. Nee, dat valt mee, oké. Ik heb wel een beetje het idee dat Jumpluff niet zo goed meer is nu. Misschien hadden we beter Blissey kunnen houden in plaats van Jumpluff. Qua endgame is Jumpluff denk ik niet zo heel goed. Maar we hebben zo'n hoop meegemaakt samen. Net als met Azumarill. Kom op nou, hè. Nu afmaken die handel. Oké, overleef deze eventjes. Deze spin-out. Oh ja, nee, ja, nu we niet geterrestrialized zijn, overleven we dat gewoon. Kijk dan! Oh! Zijn defense is veel te hoog aan het gaan. Ja, Azumarill gaat weer kapot. Weer kapot! Oké, nu ben ik er klaar mee. Magnezone, beter ben jij sneller. Deze man sloopt heel mijn team. Deze Eerie jongen maakt heel mijn teampie kapot. We moeten over op de special attack. Discharge, let's go. Had ik al veel eerder moeten doen waarschijnlijk. Dan was het al lang klaar. Ja, ik wilde het risico niet te snel nemen. Want ik dacht, als dit fout gaat met Magnezone, dan zijn we helemaal de Sjaak straks. Potverdorie, joh. Eerie zegt, sorry allemaal. Jee, de Fighting Crew defeated. Misschien dat we die close combat nog even aan iemand moeten leren. Die TM die we net kregen. Niet schamen, Eerie. Je hebt het goed gedaan. Maar we hebben wel alle Team Star-bazen nu eindelijk weer verslagen. En Cassiopeia gaat binnenkort laten zien wie zij is. Maar ja, dat weten we natuurlijk wel al. Ah, nee, Close Combat kunnen we helaas niet leren. Maar het Shiny Team kan nu eindelijk gaan beginnen aan de endgame content met Sea Titan. Knalf je die duimpjes omhoog. Laat even een leuke reactie achter. Abonneer. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!